ben het huis uitgezet. Ja. Maar vandaar ook deze podcast. Ik ben het huis niet uitgezet. Nee, ik ben het huis eigenlijk eerder ontvlucht. Want we zijn bezig met de verbouwing. En ja, dat geeft nogal veel lawaai. En in dat lawaai kan ik geen podcast opnemen. Dus ik heb de fiets gepakt. Die staat daar. En ik ben gaan fietsen. En ik heb een leuk plekje opgezocht. En het leuke plekje, dat is Kasteel Twickel geworden. Ja, ik kijk nu recht naar Kasteel Twickel. Ik heb ook wel een filmpje gemaakt, dus die komt hier wel overeen, denk ik. En ja, dit is een kasteel heel dicht bij mij in de buurt. Het is nog een half uur fietsen. En ja, je kunt er zomers en ik weet niet of... bepaalde momenten van het jaar kun je daar in de tuin wandelen. In de tuinen van Twickel, dat is ook heel mooi. Maar ja, Twickel is nu dicht, dus we kunnen nu, kan er niet in. Maar er is ook een hele mooie wandelroute, zeg maar, over het gebied van Twickel. Want dat is best heel groot. En ja, ook heel mooi. Echt een aanrader. Als je van wandelen houdt, kun je dat echt wel heel erg goed doen. Ik zal de informatie en zo allemaal wel in de show notes zetten. En ja, helaas kan ik niet met uitzicht of met de achtergrond van de Kasteel Twickel doen of krijgen, want ja, nou, de bankje staat precies verkeerd om. Ja, maar goed, dit is ook een mooie achtergrond. Dit is het begin van de wandelroute, zeg maar. Dus hier ga je in en. Ja, het is echt een aanrader om te doen. Heel erg mooi. En als de tuinen open zijn, dan is dat ook een aanrader. Nou, maar dat dus. Daarom ben ik hier. En ja, ik vind het hier wel hartstikke mooi. Ik had al een heel verhaal gehouden tegen mijn telefoon. Ik is echt wel een beetje buiten mijn comfortzone, dit. Want er komen allemaal mensen langs en die kijken allemaal. Die zeggen hoi, dus af en toe zeg ik ook hoi terug, dus dan weet je dat vast. Maar ja, nee, dit is, het is nu wel weer rustig, gelukkig. Maar dit is echt buiten mijn comfortzone, dit vind ik echt best wel heel erg eng. Maar ach ja. Vaker doen en dan maakt het niet zoveel meer uit, denk ik. Ik ben nog steeds aan het opnemen. Ja, ik heb dus al een heel verhaal tegen mijn telefoon zitten vertellen. Alleen, het heeft niet opgenomen. Ja, dus ik mag weer opnieuw beginnen. Vandaar dat... dus dit is take 2 alweer. Ja, dan beginnen we eigenlijk even met de mededelingen. Ik ben een paar weken weg geweest. Dat komt omdat mijn... in de eerste plaats omdat mijn hond is overleden. Dat heb ik al een paar keer, wel in het Engels, maar heb ik al in mijn vorige podcast heb ik daar wel over gehad dat ze erg ziek was. Maar ja, goed, ik had die week had ik geen zin om een podcast op te nemen. En ja, nou, dus toen heb ik dat niet gedaan. Ik heb ook nog een tutorial geprobeerd te filmen. Die was compleet mislukt. Mijn tutorials... ja, de filmpjes waren niet gelukt. Alleen het project wat ik gemaakt had. Dat was... nee, dat zag er niet uit. Dus ik had zoiets van... Nee, dat ga ik ook niet op internet zetten. Want... en misschien doe ik dat ook wel een keertje. Weet ik niet. Ik heb ze wel waard. Ja. Maar goed. Dus die had ik ook zoiets van... Nou ja, dan... ik had ook geen tijd meer om een nieuw tutorial te doen, maar dat is best wel veel werk. Dus vandaar dat ik dan ook maar geen video heb gemaakt. Ja, dus dat. Maar goed, wat nog meer? Oh ja, nog meer mededelingen. Ik, hallo. Nog meer mededelingen. Ik
heb ook een beetje zitten nadenken van wat wil ik nou met dit kanaal eigenlijk. Ik vind podcasts opnemen erg leuk, dus dat gaan we blijf ik ook doen. Ook één keer in de twee weken. Ik heb alleen, had ik zoiets van ja, wat moet ik eigenlijk in die twee, want in twee weken tijd heb ik niet altijd iets af. Het kan soms wat langer duren. En om elke keer nou sokken te laten zien, vind ik ook een klein beetje saai. Dus, ik weet nog niet hoe ik dat ga aanpakken. Ik denk wel dat ik wel één keer in de twee weken een podcast ga doen. Maar niet van die hele lange podcast. Of misschien ook wel. Ik weet het nog niet eigenlijk. Zoals je merkt, ik ben er nog niet helemaal uit. Maar goed, dan heb je nog twee weken over. Of één keer in de twee weken heb je dan nog een lege week. En wat ga je dan doen? Ja, ik had bedacht dat het wel leuk zou zijn. En ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Dus ik één keer in de maand een patroon te maken. Dat vast te leggen hoe ik dat patroon maak. Een bestaand patroon te maken. En dan vast te leggen hoe ik dat doe en waar de pijnpunten zitten, wat ik te moeilijk aan vond, wat het misschien wel makkelijk was. En aan het einde van de hele video om gewoon een cijfer, of nou ja, cijfer niet, maar mijn mening erover te geven van nou ja, wat is het aan te raden voor beginners of voor, moet je toch echt wel wat meer weten van breien. Dus dat wil ik gaan doen. En wat die andere week betreft, daar ben ik nog niet uit. Misschien allemaal dingen die ik leuk vind, waarvan ik denk van, dat wil ik heel graag filmen. Misschien. Dus. Er komt alweer een tractor aan. Dus ja. Ik weet wel waarom de poorten gesloten zijn. Ik denk dat ze de tuinen aan het inplanten zijn. Dus, want ik zie allemaal mensen bezig met bloemen en alles. Dus dat kan. Maar goed, waar waren we gebleven? Bij de works in progress. Ik had je dus net al verteld dat ik heel graag patroon wil maken en dat ik die dan ga het proces ga maken, ga opnemen en de dingen die goed gaan en de dingen die minder goed gaan en dat soort dingen allemaal. En dat is dit, de eerste van. Dit is de soda fountain. Ik heb gemerkt dat ik met dit warme weer dat ik het niet fijn vind om te breien, want mijn handen worden heel zweterig. En met het wol dat plakt en dat doet. En dat vind ik gewoon niet prettig. Dus ik heb eigenlijk besloten dat ik deze weer ga uithalen. Ja, ik weet het is zonde. Maar ik ga deze weer uithalen. Er zit ook een foutje in, dus ik moet hem sowieso uithalen. En dat ik hem dan in het katoen ga maken. Dat is wat ik ga doen. Maar goed, dit is dus Drop Soda Fountain. Die zat in mijn spring, mijn gratis lente patronen. En ik dacht, die ga ik maken, want die wou ik eigenlijk altijd al maken. En, maar goed, met dit warme weer is dat gewoon niet prettig. Dus dan ga ik haar in het katoen maken. Dus. Dat is een work in progress. En ik doe alles door mijn kamer. Dat maakt niet uit. Want de wips ga ik straks doen. Of de dingen die ik af heb gemaakt. En ik ben ook een klein beetje geïnspireerd door It's a Sarah. Dat is een podcast die ik echt leuk vind. En goedemorgen. En
Ja. Die had een heel granny squares. Ze was weer bezig met granny squares. En ja, nou, ik vind dat ook leuk om te doen. En ik heb dan een heleboel restjes. Dus ik dacht van, alle restjes bij elkaar gezocht. En ik dacht, ik ga daar een deken van maken. En nou ja, dit is er eigenlijk van geworden. Dit is één vierkant. Dit is één vierkant en ja, ik vind hem echt leuk geworden. Ik ben er heel blij mee. Beter dan ik verwacht had. En om het niet al te druk te maken, dacht ik van, dan ga ik ook nog een of ga ik ook vierkanten ertussen doen met alleen maar één kleur. Dus dit is alvast daar één van. En dit is mijn laatste vierkant. Die heb ik gisteren afgemaakt. En die is nog, dus nog niet afgehecht. Kijk eens. Allemaal draadjes er nog aan. Maar dit is dus vierkant nummer 2 die ik gemaakt heb. Of 3 eigenlijk die ik gemaakt heb. Ik moet alleen nog even een spanner zien te creëren. Ik heb mijn man al een opdracht gegeven. Maar die is nog niet zo ver. Ik denk dat ik hem zelf ga maken. Dus ja, dat zijn mijn works in progress eigenlijk. En ik ben nog bezig met het patroon, de Big N, dat is een werknaam, dus dat is niet het patroon, de patroonnaam zelf. Het kan zijn dat het wel zo is, maar ik denk het niet. En dat is een gewone raglan patroon voor kinderen en voor volwassenen. Voor kinderen heb ik hem voor mijn dochter gemaakt. Dit is mijn oh nee, was mijn allereerste trui die ik gemaakt heb, eigenlijk. En hij is heel goed gelukt. En mijn dochter is er ook heel blij mee. Die heeft hem graag aan. Alleen, ja, nu dus niet met dit warme weer. Want het is echt wel een herfst. Ja, koude lente. Een koude herfst trui. Maar daar wil ik een patroon van maken. En dat is mijn eerste patroon. Dus dat is eigenlijk best wel een beetje spannend. Ik doe er ook wel wat langer over. Ik ben er wel mee bezig. Maar het is. Het is een work in progress en het is mijn eerste, dus ik weet eigenlijk niet precies wat ik doe. Ik hoop dat het goed gaat en dat ik het goed doe. En ja, we zien wel. Tot nu toe vind ik het erg leuk om te doen in ieder geval. Dus dat is wel fijn. Ook dat is een dat patroon ben ik nu mee bezig voor in maat M aan het maken. Alleen, ja, ik vind dus dat breien met dit weer niet zo heel erg fijn. Want ik krijg plakkerige handen van en zo. Dus dat is nou een klein beetje op de achtergrond weer. Als het 's avonds wat kouder wordt, dan kan ik er wel weer wat mee bezig. Maar niet meer een hele dag. Dat vind ik wel een beetje jammer. Maar goed, het is nou eenmaal zo. En ja, we zijn nog steeds aan het filmen. En ja, dat waren eigenlijk mijn work in progress projectjes. Ik ben, of niet, ja, nee, dat is het eigenlijk wel. Ik ben ook een beetje een monogame breier. Ik heb niet meer dan 3 projectjes op de naalden. Ten eerste omdat ik niet genoeg naalden heb. En ten tweede, anders overzie ik het allemaal niet meer. Dan krijg ik daar weer stress van en dat wil ik ook niet. Ik wil gewoon lekker rustig breien en haken als ik dat wil. Dus dat. En ja, dan gaan we nu eigenlijk door naar mijn projecten die ik af heb. Ik heb een Wendelin cardigan, daar was ik mee bezig. Ik heb hem niet meegenomen. Ik ben een beetje in de haast betrokken, dus ik ben het een en ander vergeten.
Ja. Maar goed, dat is niet we doen het gewoon mee met wat we hebben. Dus ik heb de wendel, maar ik kan wel een paar foto's laten zien. Dus dat ga ik dan nog even laten zien. Maar met de Wendelin Cardigan had ik eigenlijk een beetje een haat-liefdeverhouding. Ja. Yeah. Oké, ik kreeg dus een telefoontje tussendoor. En ik ben nog steeds aan het opnemen. Dat is fijn. Ja. We hadden het over. We hadden het over de Wendelin Cardigan. Dat ik daar een haat-liefdeverhouding mee had. Ja. Nee, ja, dus zij. Het patroon was een testpatroon. Dus die heb ik getest met nog een paar andere mensen. En ja, ik ben er gewoon achter gekomen. Testen is gewoon niet wat voor mij. Ik kan niet op met een deadline breien. Daar word ik heel gestrest van. En dat wil ik gewoon niet. Ik wil gewoon lekker kunnen breien. Of haken. Of wat dan ook. Dus ja. Dus dat. Ja, nee, maar ik had er een beetje een haat-liefdeverhouding mee. En nu die af is, ben ik heel blij met de cardigan. Hij zit lekker. Hij is in de wat koudere ochtenden. Er zitten allemaal gaatjes in. Dus er zit een. Dus het heeft wel een briesje er doorheen. Dus het is niet een heel warm vest. Maar het is wel lekker voor, zeg maar, als je 's ochtends, als het een beetje kouder is, om die over. Of je zomerkleren aan te trekken. Ja, daar is die wel goed voor. Maar het haken, het maken van de cardigan vond ik niet zo leuk. Ook omdat ik wel heel veel of een fout maakte en ik het hele ding weer uit moest halen. En ik best wel ver was op dat moment. En ik baalde daar erg van. En ik moest alles weer opnieuw doen. En sindsdien heb ik eigenlijk een beetje zoiets geen zin meer. Maar goed, er zat een. Er zat een deadline aan, dus ja, die moet je dan wel halen. Dus dat, ja, nee, testen is niet wat voor mij, heb ik gemerkt. Maar goed, hij is af en ik ben blij met hem en met haar. Het is hartstikke lekker vest en heerlijk voor op een frisse ochtend. En ja, hij is klaar. Ik ben er klaar mee. Dat ook. Dus er komen nu wel een heleboel mensen aan. Dus ik ga heel even stil zijn. Als er zo'n groep mensen voorbij gaat, dan voel je je altijd wel even zelfbewust als je dan, zeg maar, in een telefoon zit te praten. Maar goed, wat heb ik dan? Gelukkig komen hier niet zo heel veel mensen langs. Het is best rustig op het moment. Maar ja, het is ook dinsdag. Dus ja, het is een doordeweekse dag. Dus dan hebben niet veel mensen vrij. Waar waren we ook alweer gebleven? Ik word ook een keer afgeleid. Oh ja. De dingen die af. De Wendelin Cardigan heb ik het nou over gehad. Dat is klaar. Oké. En ik heb nog een paar sokken af. De Happy Socks. Of de Happy Socks kleurrijke sokken. Van het boek Socks. Met een X. Ik zet de link wel in de show notes. Ik moet wel even bij vertellen, dat is een affiliate link. Dus ik krijg daar een klein percentage van. Voor jullie kost het niks. Maar ik krijg, omdat het via mijn link is gekocht, krijg ik daar een klein percentage van. Hallo. En ja. Dus, maar dat moest ik er even bij zeggen, anders dan is dat ook niet. Maar goed, ik heb dus deze sokken gemaakt. Dit zijn mijn eerste sokken uit het boek. En er zitten een heleboel leuke sokken in. Echt allemaal vrolijke sokken. Ik heb deze niet met langjaars gedaan, dat dan weer niet. Want ik heb gestoord hier. Er was een vuilniswagen die even voorbij kwam rijden. We waren bezig met de sokken. Oh ja, het boek Socks. Ik vind het een geweldig boek. Hartstikke leuke sokken. Goede uitleg. Alleen ik brei mijn sokken graag. Van teen naar been. Dat vind ik gewoon prettig. Dan
doen we, ja, dat vind ik gewoon prettig. En, dus ik heb het patroon ietsjes aangepast. Een beetje naar mijn eigen liking. En ik heb dus de ronde teen gebruikt. Gaat. En dat vond ik een hele leuke. Dat vind ik gewoon een fijne teen. Die werkt goed. En ik heb de shadow wrap heel gemaakt. In dit patroon. En ik ben helemaal om. En ik ben helemaal om. Het is echt een de shadow wrap heel. Echt geweldig. Ik wil niet meer. Er zitten geen gaten in mijn heel. En ze ziet er mooi uit. Kijk maar. En ja, ik ben gewoon echt helemaal blij. Dus. En ze. Door het patroon, zeg maar. Breien ze gewoon heel lekker weg. Het is gewoon echt super lekker. En omdat er maar weinig. Wel veel floats, zeg maar. Maar die zijn niet heel groot. Als je dat goed kan zien. Dus ja, ik heb het nog niet afgehecht. En ze zijn ook niet geblokt nog. Dus ja, ze zijn daardoor wel wat warmer. Dus ik denk, ik zou ze niet in de zomer aantrekken. Tenzij het heel koud is. Maar ja, alleen ze passen me niet. Ik heb maat 39 gebruikt en ik heb maat 40. Dus deze worden voor mijn moeder. Maar die vindt dat vast heel erg. Dus ja, dat waren mijn projectjes die af zijn. En dan komt de vuilniswagen weer aan, dus we gaan even stil zijn. Daar. Ja, en ik ben eigenlijk ook klaar met vertellen wat ik wel wat ik heb gedaan. Ja, sorry, ik was afgeleid. Ik word hier veel afgeleid, maar door allerlei dingen en zo. Maar dat is niet echt. Het is gewoon een beetje een chaotische blog. Ik doe gewoon lekker alles andersom. Pff, maakt het uit. Ja, ik denk dat ik over 2 weken weer een podcast maak. Ik weet niet of ik volgende week al een video heb. Ik ga er nog even over nadenken. Ik heb heel veel ideeën, dus het kan zomaar zijn dat ik dat er wel een video komt. Maar ik heb ook besloten dat ik het in Nederlands en in het Engels ga doen. Dat heb ik gedaan eigenlijk, of dat heb ik besloten, omdat ik dan alvast eventjes in het Nederlands kan oefenen wat ik wil vertellen. Ik merk dat ik in het Engels heel vaak de draad kwijt ben. No pun intended. Nee, maar ik merk heel vaak dat ik de draad kwijt ben, of dat ik niet op de woorden kan komen, of dat ik niet meer weet waar ik het over wil hebben. Dus ik denk, nou ja, dan kan ik het eerst in het Nederlands doen. Dan heb ik het al helemaal doorgedaan, doorgesproken en dan kan ik het daarna in het Engels doen. Dus hierna ga ik nog een Engels filmpje opnemen. Maar goed, dus vanaf nu. Dus tweetalig, Engels en Nederlands. Ik zal er wel ondertiteling onder doen. Dus in het Nederlandse filmpje Engelse ondertiteling en in het Engelse filmpje... Een Nederlandse ondertiteling. Gewoon dat kan. En ja, ik zie jullie over 2 weken weer. Doei!